What are you gonna do? What are you gonna do to the kiki? Little different like ya. Walking ball of big slime. Diamond summer net fish. Diamond summer net. Diamond summer. Diamond summer net. Serieus, kom niet van gaan. Nog maar moet ik beginnen. Hey hallo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe bandvlog van Abalone. Vandaag een hele speciale bandvlog, want we gaan even terug in de tijd met drie hele jonge broekies en een altijd frisse wietse. One more time. Maar voordat we hieraan beginnen, misschien even een korte geschiedenis voor de nieuwe kijkers. Abalone is begin 2010 opgericht als een project om eigen muziek te gaan opnemen. Een paar jaren en band samenstellingen later, enter Johan. Johan zegt, jongens, waarom willen we de studio in? Waarom gaan we niet lekker het podium op? Zo gezegd, zo gedaan, super vet. Twee optredens later blijkt de nieuwe zangeres toch niet helemaal te bevallen. Dus, doei. En daar zijn we nu. Hand omhoog als je dit allemaal wist. Dan nu. Ja, maar ook het zonder leven. Maar dat moet ik op het goede moment op start drukken, zeg maar. Ja. Klaar voor? Klaar voor? Yes. Crossfire again! Oh, oké. Okay. Abalone bestaat op dit moment dus uit de vier mannen. En deze vier mannen hadden het briljante idee om zonder zanger of zangeres Johans ouderlijk huis om te bouwen tot hun eigen homemade studio om hun set nummers te gaan opnemen. Zonder zanger of zangeres dus. Lekker hoor. Ja. Yeah. Awesome. Alle eerste twee versen en dan het refrein. Klaar? Hè? Ga je zitten zeuren, jongen? Ik hoor jou. Fucker. Het ritme voor die week was aardig voorspelbaar. We stonden op met warme broodjes met ham en kaas. Wat super lekker is, maar niet als je het elke dag eet. Daarna gingen we keihard opnemen. Super hard ons best doen om een nummer op te nemen. En dat lukte meestal ook. 'S Avonds uitgebreid eten. Niet eens uit eten, maar gewoon iedereen kookt een dag. En dan, ja, aan de bier, zeg maar. Anyway, zoals je inmiddels waarschijnlijk wel gezien hebt aan de beelden en aan het feit dat ik een voice-over aan het doen ben, waren wij op dat moment totaal niet bezig met vloggen. Hallo camera. Ik heb geen enkel beeld waar iemand ook maar uitlegt wat er gebeurt. Ik heb eigenlijk alleen maar beelden met mensen met gekke bekken. Maar gewoon heel erg leuk voor onszelf en natuurlijk leuk voor deze vlog voor jullie. En ja, zo zie je dat we toen ook al heel erg serieus waren. En dat was onze eerste ervaring met opnemen.
Zoals je waarschijnlijk gezien hebt, lekker chaotisch en heel jonge broekies. Van die hele week is helemaal niks, maar ook echt helemaal niks gebruikt uiteindelijk. Alles wat we opgenomen hebben, ik denk dat we 5 nummers hebben opgenomen. Ik heb het gebruikt voor mijn auditie. Jij hebt het gebruikt voor auditie, dat is niet waardeloos. Maar als je dan een paar jaar later de wereld terugkijkt, dan is het allemaal niet strak en niet netjes en niet glad genomen. En natuurlijk weten we inmiddels veel meer over opnemen. Dat en... is alleen maar goed, want dan kun je zien hoeveel je gegroeid bent. Juist, dat is... Ja. That's a good idea! Inmiddels weten we veel meer van opnemen. Soms nog niet alles, zoals je zag in de vorige vlog. Maar ja, het heeft ons gewoon geholpen om op gang te komen. En dat is ook een beetje hoe we aan heel veel apparatuur al zijn gekomen. Ja, we hebben dat natuurlijk gewoon gedaan, want opnemen is duur. En als je het zelf doet, kost het alleen maar tijd. En in dit geval een hele week. Juist. Maar dat, het was gewoon heel gezellig. Op dit moment, vandaag... zijn we weer in de studio. En niet om op te nemen, maar om te repeteren. Soms komt het zo uit dat of apparatuur overal staat, of Johan geen auto heeft, of Sanne 's middags weer op tijd weg moet. Dus het is nu 8:30 ochtends in het weekend. Het is 8:30 ochtends. Normaal slaap ik nu nog. Die. Het is dus ochtends vroeg. Helemaal. En dat kun je zien. Het is 9:30. Aan Johan zijn hoofd. Die zit lekker aan de koffie. En we zijn hier de setlist alweer aan het uitwerken. Maar snel. Kun je ze oefenen. Dat was... we hebben net de vlog gehad over de week bij jou. Ja, ja. Dat was niet het allereerste wat we ooit hebben opgenomen. Weet je dat nog? Was het allereerste bij Yannick thuis? Het allereerste was bij Yannick thuis. En een van onze veel gevraagde nummers. Crossfire. Ja, en dat ging... ongeveer zo. Anyway, dit is lang geleden al. En dat was in onze eerste poging om zelf iets te gaan opnemen. En deden we gewoon bij Yannick op zijn slaapkamertje. Met een paar microfoons om een drumstel heen. En Johan die zijn best deed om in de maat te spelen. En ja. Toen hebben we de opnames weggegooid. Toen hebben we alles gewoon weggeflikkerd. Want, ja. Als je het ziet, dan denk je van, dat gaat niet werken. Maar we deden in ieder geval goed ons best om er iets van te maken. En dat is wel een van de redenen waarom we zijn waar we nu zijn. En nog steeds zijn waar we zijn. En omdat we heel veel dingen toen ook al zelf uitzochten. Toch? Ja. Ja. Ik vond het wel, toen ik de filmpjes terugkeek, vond ik het trouwens wel grappig om te zien dat dus twee mensen waarmee ik in een rockband zit, alle teksten kunnen meezingen van de jeugd van tegenwoordig. Dat vond ik wel, ja. Vond je dit nou een hele leuke vlog? Dan moet je natuurlijk even liken. Ben je nog niet gesubscribed? Dan moet dat ook daar onderin. Deel dit met al je vrienden. En al je familie. En als je geen vrienden hebt, doe je het met je katten. En speel in de zandbak. Speel in de zandbak? Nee, gewoon lekker muziek blijven spelen. En als je vond je nou geen leuke vlog? Lees dan dit boek over de babyboom in Groningen. Er staat ook een heel mooi verhaal over een eierbal, heb ik gehoord. Ik denk dat het tijd wordt dat wij weer gaan repeteren. Je zegt, ik ben op nu. Wat ik probeer te zeggen, like, subscribe. Deel en speel. En tot volgende week.